Pippi Raat, Pippi Raat, schippe hoi, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schippe hoi, hoi, hoi. Met zijn schip, de scheep, schuit, vaart hij alle dagen uit. Pippi Raat, Pippi Raat, Pippi Raat. Pippi Raat, Pippi Raat, schippe hoi, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schippe hoi, hoi, hoi. Met zijn schip, de scheep, schuit, vaart hij alle dagen uit. Pippi Raat, Pippi Raat, Pippi Raat. Schip. Hoi piraatjes, op de scheve schuit had iedereen hard gewerkt. Berend Brokkepap was net klaar met de vaat, Stien Struis had het roer gepoetst en Piet Piraat had de hele dag zeekaarten bestudeerd. En Steven Stil? Wel, hij had geschilderd. Hey Steven, ben je klaar met het schilderen van de boeg? Berend denkt dat Steven het niet goed begrepen heeft. De kapitein heeft gevraagd om de boeg te schilderen. Steven heeft Steven geschilderd. Jij hebt gelijk, Brokkepap. Ik denk dat Steven een beetje gemorst heeft met de verf. En Steven? Jij lijkt wel een verfmannetje. En ik hou niet van verfmannetjes. Dus Stil, jij gaat in bad. Berend denkt dat Steven niet graag in bad gaat. Ik denk het niet, Berend. Huh? Ik ben er zeker van. Stil gaat niet graag in bad. Wel, dat is dan zijn probleem. Zit hij Stil. Piraat, Brokkepap, bad klaarmaken. Zeg, wat gaat Stien dan doen? Ik blijf hier zitten. Om te zien dat Stil niet wegloopt. Goed idee, Stientje. Even later was het bad voor Steven klaar. Hop! Ja. 1, 2. Berend denkt dat het bad een beetje te zwaar is, kapitein. Ik denk het ook, Berend. Ah! Stientje! Ja, wat is er? Kun je even komen helpen om het bad te dragen? Ik hou niet van baden dragen. Maar goed, ik kom. En jij? Niet weglopen, hè? Eén, twee, drie. Hij is een borde Brokkepap. Zo Stil, hier ben ik met jouw bad. Huh? Oh. Zeg. Berend denkt dat Steven gevlucht is. Dan moeten we hem zoeken. Alle hens aan dek. Zoek Steven Stil. 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 Maar dat was eenvoudiger gezegd dan gedaan. Na een tijdje zoeken... Ik hou niet van zoeken. Berend heeft er ook geen zin meer in. Ik geef het op. Steven heeft zich te goed verstopt. Ik ga naar mijn kajuit. Hoi, Steven. Oh! Steven! Alle wind in de zeilen nog aan toe. Hier is hij dus. Ik zal je... Nee, ik heb een veel beter plannetje. Niet veel later kwamen Piet, Berend en Stien in de kajuit om het plan van Piet uit te voeren. Zeg, waar moet dat bad nu staan? Zet dat bad hier maar onder. Berend... Berend dacht dat Steven in het bad moest.
Jij trekt daar. En ik trek hier. 1, 2, 3. Ik wist niet dat jij zo mooi kon sierduiken, Steven. En zo kreeg Steven zijn welverdiende bad. De Schevenschuit koos het ruime sop op weg naar het volgende avontuur. Schip ahoy, piraatjes!